Welcome to Poker Inside. My name is Melissa, and it's July 9th, and we're here with our hosts, Peter and Rob. Dankjewel Melissa. Heren, dames, van harte welkom voor een nieuwe episode van Poker Inside vanaf de WSOP. Wederom vanuit de Holland Poker Suite. Het is een speciale editie. Het is namelijk de Busto editie. We zitten met twee heren die allebei niet meer in het main event zijn. We hadden hem liever niet gemaakt. Mag ik dat er even bij zeggen. Laten we zeggen, onze plannen voor deze editie waren iets anders dan de uiteindelijke uitvoering. Maar goed, dat zal voor deze heren aan tafel precies hetzelfde zijn. Aan mijn rechterzijde zit Pieter de Korver. Europees kampioen en nu helaas dag 1 van de WSOP eruit. En aan de linkerzijde zit president-winnaar Marcel Vonk, die helaas ook uitgeschakeld is. Daarover gaan we straks natuurlijk heel veel vertellen. Dag 1C dus van het main event was vandaag met eindelijk heel veel spelers. Het is ongelooflijk, Rolf. Gisteren was het nog heel rustig, dag 1A, of eergisteren inmiddels. Het is een gekke huis. Over de 7000 spelers gaan we waarschijnlijk in totaal. Dus vandaag waren er ook ruim 1000. Dat betekent dat ik mijn sidebet heb gewonnen. Ja. 2000 spelers vandaag, Pieter. Ja, meer dan 2000. Top. Meer dan 2000 spelers. Zo. Wij zijn een hele lange pad geweest. We komen net terug. Meer dan 2000 spelers vandaag. Ik heb een sidebet gewonnen. Ja. En niet de minste sidebet. $20 ik voor weet mij. Het. Ik weet van, het. Van Frank op de Woens. Van Webjoker. Daar is het lastig geld van verdienen. Dus dat heb je zeer knap gedaan. Gesproken over geld verdienen. Jullie hebben allebei, ja, waren hier natuurlijk om een topprestatie te leveren bij het main event. En dan is het toch gewoon, eerlijk gezegd, gewoon kut als dag 1 als het misgaat. Om het woord maar even te gebruiken. Mocht het niet gebruiken, heb ik het toch gedaan. We piepen eruit. Heb ik bij deze toch gedaan. Waarschijnlijk hebben jullie allebei wel een cruciale hand gehad in dit toernooi waar het misging. Hoe zat het bij jou, Pieter? Ja, eigenlijk, ik begon... Heel lekker eigenlijk. Ik had een hele mooie tafel. Ik breide mijn stack uit. Eerste level. Ik iets van 34.000 nog had. Na de eerste break. En toen daarna ging ik lekker door. Ging ik naar 45.000. Tikken mij aan. En dan komt mijn cruciale hand eigenlijk. Ik open met 6-4 harten. En... Jouw kaartjes? Ja, natuurlijk. Ja. Daar sta ik de hele tijd mee. Dus de man van 4-5 schoppen. Ja, jouw kaartjes. Nou ja, dat soort handen opende ik de hele tijd. En dat ging wel gewoon lekker. En kon mooi gaan doorwerken. En telkens kleine potjes pakken. Nou ja, toen de kerel, met de oudere kerel, die bijna heel veel callen in ieder geval. En ik een aantal keren betaalde met alleen 10 hoge op 10 flop. Nou goed, die drie betten me klein. En ik callde dat. En flop kwam 4-6-10 rainbow. Ik check en hij checkt ook. Ja, jij pakt bottom two pair dan? Ja, bottom two pair. Dus ik denk, oh, dat is leuk. Turn komt een 4. Ik zei, dat is full house. Nou ja, dat is een full house. Nou ja, ik denk, ik ga nou eens keer eens kijken of hoe ik sta. Dus ik bette 1200. En hij callt dat best wel snel. En nou ja, prima. River is een 5. En ik maak daar 3000 en hij kijkt nog een keer naar zijn hand en hij maakt er 9500 van. Nou ja, gewoon tegen deze kerel. Ja, ik zeg zo, ik ga hardop praten. Ik zeg, ja, the only hand that defeats me is 10's. Nou ja, hij kon 5 hebben, maar ik zat van, nou ja, ik call en hij heeft daar 10. En toen dropte ik terug naar 33.000. Maar ik bleef eventjes nog hangen. Maar toen daarna begon er set over set. Maar ik floor minimaal. En toen daarna flopte ik weer een full house. En op de turn maakte die andere full house. Maar floor ik weer minimaal. Okay. Dat zat dus voor steken. Ja, toen net voor de dinnerbreak. Ik was al met mijn hoofd bij de Voodoo Lounge. Lekker eten. Daar zouden we lekker eten, precies. Hierboven. Ja. En nou, toen vloog ik nog koning even. Dus toen was ik nog met 17.000 volgens mij naar de dinnerbreak. Je weet dat het vraag was van één handje. Oh, was dat zo? Straks, dat is het tip van het programma. Wat? Snel beginnen. God, en dan wat. Nou, ja, het maar niet één handje. Nou, dat was die 6-4, dat was de omslag. Okay, daar zat het. De cliffhanger is de fatale hand natuurlijk. De fatale hand. Ja, dat was echt... Die komt zo. De laatste hand, die vertel ik je dan zo meteen. Sorry. Marcel.
jouw main event. Hoe, in één handje. wat was jouw cruciale hand? Ja, nou, het verhaal begint bij mij eigenlijk precies hetzelfde. De eerste level ging geweldig. Ik had 38.000 na het eerste level. Het tweede level ging heel slecht. Ik maakte één slechte bluff, denk ik. Verloor wat kleine potjes. Toen had ik nog 28.000. En de fatale hand kwam uiteindelijk. Ik had koning 10 van schoppen op de small blind. Er werd gepast naar me toe. Dat was intussen 150, 300. Ik maak 750, de big blind cold. Flop komt 10, 5, 6. Ik bet iets van 1200 uit. Hij cold weer. Turn is nog een 10, dus ik denk mooi. Maar ik wil hem niet kwijtraken, dus ik check. Hij bet 2600 en ik call. Uh-huh. En de river is een 8. Ik maak het iets van 3000. Hij gooit er een flinke race tegenaan. En ik denk, ja, ik heb mijn hand wat ondergerepresenteerd. Dus hij kan van alles hebben hier. Dus ik call. En hij blijkt aas 10 te hebben. Dus trips tegen trips. Blind versus blind. Een betere kikker. En toen had ik weinig meer over. En later, iets later kreeg ik het met tienen tegen aas boer erin. En boer op de flop. En dat was het. Zo snel kan het gaan. Zo snel kan het gaan. Het main event van de World Series Hof. Pieter, het wordt een verdrietige episode van Poker Insight. Waar we samen hadden we bedacht van, we gaan bij het begin vragen van, hoeveel spelen jullie nog? Maar ja, dat was wel een vraag om te stellen. Dus helaas gaat het nu iets anders. Structuur van het programma kennen jullie. We beginnen met een aantal al dan niet pittige dilemma's. Je kiest de een of de ander. Marcel, wiskunde of gevoel? Die heb je hem al eerder gesteld. Ik weet het. Hij toen ook allebei. Ik weet het. Daarom stel ik hem nog. Ja, nog steeds allebei. Pieter. Wiskunde of gevoel? Gevoel. Marcel, gevierd wetenschapper of bracelet-winnaar? Gevierd wetenschapper. Pieter, pot limit oma of no limit hold'em? Laatste tijd, no limit hold'em, toernooi. Maar ja, toernooi of cash, dat maakt een close call. Dat maakt groot verschil. Ik zeg nou no limit. Oké. Okay. Strategieartikelen op Poker City of strategieposts op 2+2? Poker City. Pieter, Friesland of Vegas? Friesland. Zo, die was snel. Geen twijfel. Oké. Okay. Pieter, we wilden je vragen over jouw dag van het main event. We hebben eigenlijk al heel veel gehoord. Ja. Hoe ging het verder? Ja. Ja, nee, ik had lekker gegeten. Dat is heel belangrijk. Ik denk even power food. Nou ja. Ik had nog iets van 16.000, 16.000 nog wat. En ik had even lekker gegeten. En toen kwam er eerst nog een goed momentje. De opende iemand en die werd weer gereced. En die daarna re-raced dat weer. En toen vond ik vrouw en die schopte ik erin. En ze volde allemaal. Dus toen maakte hij weer 23. Toen vloor ik weer een potje en toen kwam mijn fatale hand. En dat was boer 9 klaver. Ik open middelpositie. En Button die cold. En wel oké spelen. Uh-huh. Flop komt koning 3, 5, 2 klavers. Dus je pakt de flush door? Pak mijn flush door, gokaal. Uh-huh. Ik bet hem 1200 en hij maakt het 2600. Ik besluit daar alleen te callen. Ik heb daarna nog 16.000 over. Uh-huh. En Turn komt daarna vrouw schoppen. En dus heb je daar een gutshot bij? Ik krijg er een gutshot bij. En ik check naar hem toe en hij bet 4.000 nog had. En ik besloot het erin te trappen. Ja, op een... Eigenlijk best wel eigenlijk snel. Gewoon even eventjes nagedacht. En dan dacht ik... Het erin trappen, dat klinkt als een check race all-in. Check race all-in. Was nog vol equity hier echt? Ja. Kon je nog even uitleggen? Je ramt er 12 kaart. En hij ging nog even nadenken. En dan zitten van, you have to call. Je raced met 12k nog. Ik heb 16k nog. Ja, met die 4. Ja, dus nog 12k is er overheen. Ja. En hij bleek aas te hebben gecallt op de button. Nou ja, River kwam nog een aas. Maar dat was geen klaveraas, helaas. Helaas, nee. Dus was jammer. We had een beetje agressief gespeeld. Maar ik ben wel happy gewoon met hoe ik gewoon de lijn had genomen. Want hij een minimale hand had hij daar wel kunnen vonden. Maar ja, aas niet. Nee, en dan komt je er al niet en dan zit er mee niet. Nee, dan is het over. En de ene kant is dat natuurlijk balen, absoluut. Je speelt om te winnen. En ja. Dat had ik al meteen eigenlijk toen na de dinnerbreak. Zag ik als vanaf, noem maar Pieter, kom op.
eventjes nu even terug gaan komen. En dan ben ik nog wel soms te veel bezig met het terugkomen naar. En dan wil je eigenlijk geen hand verliezen. En dat is het dan ook. En als dan een echte mindgame die dan voor jezelf... Je wil dat je denkt naar het aantal chips wat je had of wat je eigenlijk wil hebben in plaats van dat je... Precies, dat je gewoon weer terug hebt. Precies, dat je gewoon eigenlijk terugkomt. En dan ga je, nou ja, probeer je een play, semi-bluff maak je daar. Ja. En hij heeft daar dan wel de hand die hij gewoon niet voelt. Nou ja, dat is dan jammer. Je hebt nog wel oud. Ja. Dus ik ben nog okay, ik ben nog wel happy met... hoe ik heb gespeeld. Het is gewoon jammer dat gewoon bij die 45 dat daar die stop was en in één keer naar beneden. En dat toen ik ook gewoon net voor de dinnerbreak nog eens koningen verloor tegen een kerel die al voor de derde keer mijn big blind had gereest en daardoor alweer 8k nog verloor. Dan snapt er even wat. En dan vecht je tegen jezelf eigenlijk. En dat is het. En je moet jezelf dan helemaal rustig houden. Maar dat is soms heel moeilijk. Maar goed, heet het. Ik ben er nu uit. Is het nu moeilijker dan vroeger? Omdat je natuurlijk een reputatie hebt? Nee, niet omdat je een reputatie hebt. Maar vroeger zou ik denk ik niet eerder dit erin trappen. Mm-hmm. Omdat ik gewoon veel rustiger zou gaan spelen. En ik denk niet eens dat ik misschien deze hand had geopend. Ja. Oké, interessant punt. Komen we straks nog op terug. Mm-hmm. Later in deze uitzending. Maar nu... gaan we even naar Marcel toe. Marcel, jouw weegschaal tot nu toe, daar ben je denk ik niet heel tevreden mee. Hij zit er zelfs op trouwens. Ik zeg al tot nu toe, maar hij zit erop. En ik ben redelijk tevreden over hoe ik gespeeld heb. Uh-huh. Maar de resultaten, ik heb 8 toernooien gespeeld en 8 keer dag 2 niet gehaald. Dus ja, dan kun je moeilijk tevreden zijn over je World Series. Nee, precies. Maar je schreef ook al eerder op Poker City in je bijdragers. Dus de andere toernooitjes in casino's hier, die gingen wel beter. Die gingen erg goed, ja. Ik heb Caesars en Venetian heb ik 6 events gespeeld en 5 keer gecashed. Maar ja, je wilt toch graag cashen in de toernooien waar de mensen thuis de updates van zien natuurlijk. Ja. En dat is niet gelukt. Nee. Pak je daar nog iets groots mee? Geen grote prijs. Ik ben 24ste geworden in de Venetian 1600. Ah, ja. Ik heb aardig wat buy-ins terugverdiend. Ja, precies. Maar ja, dat is het ook. Ja. Oké, Pieter. Wat weet jij eigenlijk van het werk van Marcel Vonk? Niks. Nou ja, ik weet dat hij wetenschapper is. Ja, of zeg dan al wat verkeerd. Nee, dat klopt. Oké. Okay. Ja. Nou ja, voor de rest, ik weet het niet. Rolf, jij weet het? Ik weet het, maar ik denk dat niemand het zo goed kan vertellen als Marcel Vonk. Kom op, Rolf, wat weet jij dan? Sorry, zeg ze even. Ik heb met Marcel natuurlijk al een keer een uitzending gehad. Ja, ja, ja. Dat stuk, een heel goed stuk wat hij geschreven heeft op 2 plus 2, was zeer interessant wat over sit and goes ging. En dan moet ik het even goed terughalen. Ik ga het goed terughalen, maar jij kan het toch echt veel beter uitleggen. Zo, daar kom je mooi uit. Ja. Dat artikel ging over, de titel was How Big is Big Enough. Ja, en het ging over de sample size die je nodig hebt om zeker te weten, redelijk zeker te weten dat je een winnende speler bent en niet iemand die gewoon heel veel geluk heeft. Ja, en wat je daarbij aantoonde, volgens mij, was dat als je een heel grote edge, of een behoorlijk grote edge in het spel hebt, dat je een echt significant minder toernooien nodig hebt om met een redelijke mate van zekerheid aan te tonen van dat je ook daadwerkelijk een edge hebt. Precies. Terwijl als je edge relatief kleiner is, dan heb je echt heel veel meer toernooien nodig om dat echt aan te tonen. Je ziet op forums heel vaak dat die vraag gesteld wordt en mensen die een post maken van ik heb nu 300 sit and goes gespeeld, ik heb een ROI van 10%, ben ik nu goed of niet? En eigenlijk het standaard antwoord is, nou, je moet 500 sit and go spelen of 1000 sit and go spelen. En waar dat artikel van mij over ging, is dat dat aantal heel erg afhangt van hoe goed je bent. Als je een ROI van 80% hebt, dan hoef je misschien maar 50 sit and go's te spelen om zeker te weten dat je goed bent. Het hangt ook voor een groot deel van de tegenstand af, lijkt me dat. Ja, goed, dan gaan we er even op een vast niveau tegen vaste. Oh, oké, dat voor wiskundige berekeningen lijkt me dat heel handig. Precies, ja, als je dan een niveau omhoog gaat, dan heb je kans dat je natuurlijk een veel meer, veel grotere sample size hebt. Daar horen we van de World Series of poker van spelers verhalen van toernooien, cash games, maakt eigenlijk niet uit welk casino. Dat er maar zeer matig gekaart wordt, en dan druk ik me nog mild uit. Heb jij de indruk ook? Ja, het...
er valt hier denk ik goed geld te verdienen. Ik denk dat het gemiddelde $1000 toernooi hier zwakker is dan een $100 toernooi in Holland Casino. Oké, nou, dat is wel een hele grote sprong. Dat is een, grote dat is een mooie bouwde uitspraak, daar houden we van bij Okeris. Precies. Jouw benadering is voor een heel groot gedeelte wiskundig onderlegd. We hebben natuurlijk jouw seminar gezien. Tenminste, wij hebben samen het seminar gedaan. De Holland Poker Clinic. Precies, de Holland Poker Clinic. En daar gaf je ook echt wel heel duidelijk aan van dat ondanks dat, dat de basis voor een heel groot gedeelte mathematisch onderlegd is, dat je juist ook heel veel andere dingen ook erg belangrijk vindt. Bijvoorbeeld zaken als bijvoorbeeld tells, maar ook een bepaalde mate van gevoel. Daarom leek het ons erg interessant om jullie samen aan de tafel te voegen, omdat jij staat echt bekend als misschien wel de speler in Nederland die in ieder geval niet alles, maar in ieder geval heel veel dingen doet op je gevoel. Kan jij jouw benadering, hoe jij het spel benadert, kan je die in het kort uitleggen? Ik ben vanaf kleins af aan ben ik een kaartspeler geweest. Ja. En daar heb ik met vrienden heb ik het allemaal kaartspelletjes geleerd. Ja. Wiskundig was het bij mij ook wel top eigenlijk. Ja. Die combinatie aan een pokertafel, dat is mijn spel. Het is het benaderen van eerst simpel gewoon wiskunde. Ja. Dan is het de kaarten en de positionering van hoe zit ik en hoe ben ik in mijn stack sizes. En dan kan ik van soms een 10-4 suited of een weet ik het, kan ik nog wel eens spelen. Okay. Dan zeg ik ja, magisch handje. Nou ja, dat kan de ene keer goed uitpakken en de andere keer niet. Maar ik ben absoluut een gevoelsmens qua mensen om me heen. Ik creëer heel snel aan mijn tafel mijn positie. En ik bepaal de andermans positie binnen het spel. Je bent eigenlijk gewoon de baas. Ja, nou, dat probeer ik wel te creëren. En een voorbeeld qua gevoel is het sheriff-verhaal die we hebben meegemaakt. Ja, precies. Dat is natuurlijk het Utrecht-verhaal. Dat is bekend. Is misschien bekend, maar toch nog even leuk om te vertellen. Wat gebeurde er precies in Utrecht? Ik kwam achter een soort cheat. Een reporter die samenwerkte met de Ali Tek en Tamgak. Ja, de groep Ali Tek en Tamgak. Ja, precies. En hij was zelf niet aan het spelen, maar hij was zo slim om wel aanwezig te zijn. En dat was toen het moment dat ik naar een lightbulb ging. En daarbij toen in Utrecht kon ik aangeven bij de chef dat er iets aan de hand was. Precies. Maar goed, heet het, als jullie misschien ook weten, heeft hij wel de WPT hier onlangs kunnen spelen. Ja, klopt. 2 maanden geleden. Maar dus volgens mij is dat een laatste keer geweest. Want ik heb hem niet. Is nog steeds niet helemaal. Nee, ja, precies. Maar hij heeft niet de WSP in ieder geval gespeeld. Dat weet ik wel. We zorgen er in ieder geval dat de link na die uitzending nog even erbij komt te staan. Zodat mensen die denken, hey, hoe zat het? Die kunnen gewoon even makkelijk terugkijken. Precies. Dan heb jij natuurlijk bij ons gezeten om uitgebreid dat verhaal te vertellen. Goed. Even terug naar jullie benaderingen. Jouw benadering is dus voor een heel groot gedeelte wiskundig. Jouw spel is in ieder geval voor een gedeelte is het gebaseerd op gevoel. Mm-hmm. Hoe kunnen die benaderingen elkaar raken? Met andere woorden, ik denk dat het verschil kleiner is dan je, als je het op zo'n manier zegt, zou denken. Ja. Elke goede pokerspeler heeft allebei nodig. Als Pieter op de turn iemand all-in ziet gaan, hij krijgt 2-op-1 poddels en hij heeft een flush draw, zal die ook niet callen. Mm-hmm. En of dat nou is omdat je precies de wiskunde kent, of dat je uit ervaring weet dat geen goede call is. Ik denk dat elke goede pokerspeler dat op den duur doet. Omgekeerd, als ik alleen maar zou rekenen, kom ik ook nergens. Ik moet beginnen met reads om mensen op ranges te zetten en dan van daaruit kun je gaan rekenen. Dus ik denk dat het veel minder zwart-wit is dan een wiskundespeler en een gevoelspeler. Hoe zit het bij jou? Een term die je heel vaak gebruikt in een spel is karma. Daar heb je het vaak over. Is dat een loze kreet? Of is het echt wel iets wat enige inhoud, substantie heeft, zeg maar? Nee, heet het. Ik geloof absoluut in goed karma. Dus wie goed doet, goed ontmoet? Of hoe moet ik dat zien? Zo ben ik altijd ingesteld. Maar aan een pokertafel kan je nog zo'n goed karma soms hebben. En dan word je toch nog... worden je chips weggenomen. Laat ik me netjes uitdrukken. kan je nog zo goed voelen. Laatste tijd voel ik me ontzettend goed. Ik ben wel een keertje 11e geweest. Dan kan je die
Nou, die heb ik wel in mijn pocket. En in ieder geval een cash van 5 cijfers hier gehad. Precies. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. En, maar de, nee, karma vind ik absoluut... voor mij is dat wel heel belangrijk. Dat ik gewoon me goed voel. Dat ik goed bezig ben met meerdere dingen om me heen. Sommige mensen, nou ja, zoals mijn huisgenoot Paul Valkenburg. Ik zal zijn naam even noemen. Die zegt, ze ophouden en nou ja... wat is het, je bedoelt, hij zegt ophouden met het gelul, ja, toch? Lul toch, ja, niet en flikker toch op met je karma. En, maar geldt het ook omgekeerd dat je na een bad beat denkt van dat zal ik dan wel ergens aan verdiend hebben? Ja, nou ja, nou ja, tuurlijk. Soms kan je wel eens dingen zo van ach, nou ja, ik heb het ook al verdiend. Ze had niet op zich weten, Pieter Koop. Ach, ja, joh, nou ja, maar goed, het heeft het... Nee, maar ik hou er wel gewoon van. Het is voor mezelf. Het is echt iets, een ding voor mezelf. Ik geloof absoluut dat ik... wanneer ik gewoon goed in mijn vel zit... en dan komen er ook goede dingen om mijn pad. Ja. En nee, dat komt altijd... ik vind dat voor mezelf heel belangrijk. Okay. En dan moet ik mezelf ook in blijven gelopen. Hey, je hebt het over goed in je vel voelen. Mm-hmm. Recente ontwikkeling die, die veel mensen toch al verbaasd heeft. Je was een gevierd speler bij PokerStars, een van de grote mannen. En dat is gestopt. Ja. Vertel daar eens wat meer over. Kan er kort over zijn. Waarde in contractonderhandeling. En zoals zij hebben aangegeven, is dat... heeft te maken met Black Friday ook. Ja. En dat is toen stopgezet. En sommige mensen wouden wel met me doorgaan. Anderen, blijkt de top van de management, die hebben stekker eruit gehaald. En dan ben je in één keer zonder sponsor. Ja. Maar het gaat wel door. Ik ben niet klaar met de pokerwereld. Ik heb nog zin in om te pokeren en dat blijf ik ook nog doen. En daarom ben ik hier. En natuurlijk is de hoop dan dat je hier dan schittert. En wie weet komt er dan wat nieuws op het pad. Ja. En dat mag altijd nog komen. Is het trouwens anders als niet gesponsord spelen? Ja. Want ik kan me voorstellen, absoluut. Misschien is het helemaal niet zo. Ik heb nooit bij PokerStars gezeten. Mm. Maar ik kan me voorstellen, PokerStars is de grootste site. Die trekt de meeste aandacht, de meeste publiciteit. Mm-hmm. En ook iedereen die daar een beetje in zit, die voelt zich van, het is toch een erkenning voor je kwaliteit. En is het dan anders als je ineens niet meer bij die groep hoort? Bijvoorbeeld een mixed event vond ik wel heel grappig. Ik was, ik had best wel wat chippies te pakken, maar mijn naam stond nergens. En ik zat zo van, terwijl je gewend bent. Ja. Volgens mij heb ik geen sticker op. En toen was het Jimmy Freaky die en dan staat er in één keer, je moet hem eigenlijk erbij pakken, zo van, the guy shows, proudly shows his aces. En dan denk ik zo, what the fuck, normaal gesproken staat er Pieter de Korver, hoor. Wat is daar gebeurd? Dus die nieuwe reporter kende me niet eens, of wat dan ook. Toen later zag ik hem spieken op mijn Twitter, zag je, oh, Pieter de Korver. En toen in één keer zag ik hem tussen die lijst staan, tussen de top 5 stekkies. En denk ik, okay. Zeker voor jou. Jij bent iemand die als het goed gaat, hè, je hebt jezelf net aangegeven. Als het goed gaat, dan kan je wat extra's brengen. Ja, ja. Als het wat minder goed gaat, dan ben je misschien ook toch wel iets lager dan een andere. Iets meer fluctuatiegevoelig. Mm-hmm. Betekent zoiets, ik kan me heel goed voorstellen dat je gewoon een beetje geïrriteerd raakt. Zo van, hallo, ik ben potverdorie de Europese kampioen. Ja, precies. En nu laat ze je vallen, als het ware. Ja. Dus dat kan je voelen, maar dan moet je je wel boven zetten. En bij mij had het alleen maar het goede bij mij naar boven. Want ik stond niet tussen die lijst, maar ik had, fuck it, dan komen we er zelf wel achter en dan maken we een hele mooie grote dikke stek hier. Nou. Ja. Dat deed ik toen in die mix-event in ieder geval. En daarom vond ik het bepaalde gewoon bijvoorbeeld dat ik die eerste paar toernooien, dat lukte helemaal niks. Ja. En dan raak je een beetje voor je gevoel ook in de vergetelheid. En ben ik toch wel zo van, mezelf even wel oppeppen en dan gaat het goed. Hoe zit het? Hoe zit het bij jou, Marcel? Word jij herkend als Wezel Bracelet winnaar? Heel weinig. En dat vind ik eigenlijk wel prettig. Want ik heb meestal een image aan de tafel dat ik een behoorlijke fish ben. Ik speel redelijk tight. Ik vind het wel prettig als mensen
me niet herkennen, eerlijk gezegd. Oké, maar je hebt al gewoon een World Series of Poker bracelet gewonnen natuurlijk. Ja, maar goed, de afgelopen 5 jaar hebben er 250 precies. Ja. Je draagt hem niet. Wat zijn dan wel... Het grote voordeel van het winnen van de weefselbracelet is natuurlijk de bracelet op zich. Maar je had nog een ander leuk voordeel wat je schreef in een Ja. Hoe zit dat? Je krijgt als braceletwinner een diamond card. Dus ik kan nu overal alle rijen afsnijden en restaurants in. En dat scheelt. Je hebt overal de fast track, zeg maar. Precies. Zeker in dinner breaks met 2500 man is het erg makkelijk om gewoon onder rij heen te kunnen lopen. Dat is ideaal. Volgens mij vertelde je trouwens dat je die bracelet gewonnen had. Eigenlijk dat was het de dag voordat het main event ging beginnen. Was al begonnen. Want je vertelde op die clinic vertelde je zoiets. Ja, ik won hem wel. Het was wel een fantastisch moment. Maar het was in een of ander achteraf zaaltje. En niemand wist eigenlijk dat er überhaupt op een bracelet ging. Ik ben geen broodspeler. Dus ik speel toch ook wel een beetje voor de eer. Mm-hmm. En het was ergens wel jammer dat die final table ergens midden in de pavilion room was. En niet in dat grote stadion. Ik moet even tussen gaan. Ja. Je denkt natuurlijk van, ik ben bezig op het hoogtepunt van mijn carrière. Voorlopig wel. Iedere speler zou een moord doen voor dat hoogtepunt. Ja. Maar dan is het natuurlijk wel leuk als dat vol in de aandacht gebeurt. Goed, terwijl Pieter eventjes... Er is een spoedactie. Hij vliegt onder de tafel door om eventjes wat dingen te gaan doen. Mag allemaal. Laten we ook eens gaan kijken wat er achterin de zaal gebeurt. Precies. Want we hebben wat mensen hangen op de bank. Precies wat jij zegt. Echt letterlijk aan het hangen op de bank. Blijf lekker hangen. Jullie hangen goed. We gaan jullie even bekijken om te zien hoe het gaat hier op de bank. Ik pak even wat drinken. En wie eruit gaat zitten, gaan we even bekijken. En voordat we naar de bank gaan, nog eerst even de top 5 van tweets. Op nummer 5 staat Joey Singles. Die schrijft Ed Batoer op. Begon gewoon met een birdie. Speelde beter dan verwacht, al zat het niet mee. Ook nog wat pokertips gehad. Kan niet fout gaan, dat main event. En op 4, Paul Valkenburg. Went to the Rio to switch days. Playing 1D now instead of 1C. Guess I need some more time for this hangover to be out of my system. En op nummer 3, het antwoord van Batoer op. Die zegt, mo, wat is mo? Hij zei, mo, even golfles gehad van Joey Singles. Zelf helemaal geen bal geraakt. Maar wat heeft die jongen ongelooflijk veel talent. Ik voel een hussel aankomen. En op 2, Tobias Peters. De World Series of Poker is een fantastische ervaring geweest. Helaas was het niet zo lucratief als gehoopt. Volgend jaar zeker op herhaling. En de nummer 1, Marcel Luske. Chumpy lose all sense of reality. Have gotten used to it. It's great if it works and you can live your dream. Until the wake-up call rings. Hey, what's up with the ponytail, Rob? You know, I think the 80s called and they want their hairstyle back. Zoals gezegd, we hadden hier de Busto-episode van Poker Inside. En ja hoor, op de bank Marcel Buysink. Ja. Jij bent ook klaar. Ja, dramadag. Ja, slecht gespeeld? Nee, ik heb geen hand gewonnen. Nee? Dan houden het snel op, hè. Ja, je bent hier, ben je speciaal hier gekomen voor het main event? Of zat je hier al langer? Was een week geleden, ik heb die 1500 gespeeld. Ja. Daar bust ik 40 voor het geld of zo. Ik heb wel dag 2 gehaald. Ja. En het main event, het zou ik wel meevallen hier. Toen heb ik het main event ook meegepikt. Toen dacht ik, een mooie dag. Ja, maar dag 1 is heel vroeg om uitgeschakeld te worden. Ja. En je bent best wel een actieve speler, best wel redelijk agressief, maar je bent ook wel solide genoeg. Dus ja. je wordt niet heel vaak op een dag 1 uitgeschakeld. Nee. Dus het zal waarschijnlijk flink tegen hebben gezeten. Nou ja, als je geen hand wint, dan is het... Koningen werden, dat kostte me zoveel. Het zijn allemaal van die handjes die me net te veel kosten op het laatste. Ja. De Marcel Buysink die ik ken uit het Holland Casino toernooi, die heeft of een hele berg chips. Ja. Of het is klaar. Ja, ik heb 30.300 gehad. Oh, dat is het hoogste punt geweest. Okay. Ja. En dan heb ik eigenlijk alleen naar beneden. Ik word ook een beetje droevig als ik heel weinig heb, moet ik zeggen. Dan word ik een beetje ongeduldig. Dat had Pieter de Korver net ook een klein puntje over. Ja. Wil je dan graag heel veel druk hebben of meer? Ik hoorde Pieter het ook zeggen, een beetje psychisch. Op een gegeven moment heb ik nog maar 7 zippies of zo. Daar zit een van 5.000 bij en een van 2 van 1.000. En dan wil die gast wel te moeilijk wisselen. En dan denk ik... Ik krijg de pleuris of zo. heb jij dat ook? En dan neem ik gewoon...
En ik ga niet over of het slecht of de spelers of zo aan tafel. Kijk, er zaten bij mij ook een hele oude kerel aan tafel. Die waren echt. Dat bedoel ik, die kolde alles af met AS5 tegen een andere AS4. Maar ik heb die spots niet gehad. En dat zijn van die dingen. Dan op een gegeven moment moet je ook je handen uitkiezen. Nou, als je een koningin krijgt en er ligt vrouw hoog op bord en je blijft maar betten. En op laatst valt er een keer een AS en ik bet, dan heeft het geen nut om te betten. En hij gaat in één keer zoveel. Ja, dan weet ik al dat ik geslacht ben. En dat kost dan 6, 7. En dan sta je er maar op 20 en dan sta ik op 13. Ja, en dan maak ik een verkeerd bluffje. Die man die kolde me gewoon af met koning hoog. Die oude man. Dat was nogal wat. Koning hoog? Toen stond ik er maar op 7000. Nou ja, dan vind je aas koning. Ik race, hij re-race mij, die keer heel agressief is. Ja, dan ga ik al, dan denk ik, ja, nou is het ook leuk geweest. Of ik ga naar huis, of ik, nou ja. Toen bleek dat hij wel koning had. Ja, dat was het einde van de dag. Ik had er wel verder wel, ik baal wel, maar iets had ik al. Weet je wel. Je zit niet in zakken naast of zo? Nee, dat ben ik nooit. Ik bedoel, ik kan verder niks aan doen. Joh. Sommige dingen kan je niks aan doen. Dat is jammer. Precies, en er is in Las Vegas op zich genoeg te doen om niet meteen naar huis te doen. Ja, nou ja, morgen weer een leuk feestje gewoon. Dan kan ik me nu wel weer op huis. Vertel. Nee, ik ga morgen gewoon eens een zwembadfeestje. Dat vind ik dan ook wel leuk. Vind je dat leuk? Want ik zou eens denken, hè, ik ken je niet zo heel goed. Maar eerste associatie die ik bij jou zou hebben. Jij vindt Vegas geen reet aan. Jij vindt dit veel te gemaakt, je vindt dit veel te gelikt, je vindt dit veel te nep. Meen je dat echt? Ja, ik ben echt. Ik ben sowieso wel gokgeil, ja. Moet ik zeggen. Maar gewoon, ik vind Amerikanen sowieso leuk. Is Vegas dan net niet de lekkere stad om heen te gaan als je gokgeil bent, of maakt dat niet uit? Nee, ik ga niet zo dat ik op de roulette zit, blik zo dat niet. Oké. Okay. Ik ben hier echt al zo vaak geweest. Maar nu ben ik dan speciaal voor poker. Ik zit in het hotel met al die gasten, dus al wat jonger dan mij. Welke gasten zijn er? Nou, ik zit met Jasper en Johan. Jasper weet wel, Johan Waldhuis. Ja, en Zamboer en Kokkie. En dat zijn eigenlijk waar wij een beetje mee omgaan. Dat is echt supergezellig. Waar zitten jullie? Welke hotel? Hollywood. Is dat wat? Ja, ik vind het wel. Dat is een tip voor de Poker City crew? Ja, die kamers zijn ook helemaal de bom. Zoals wordt er ook gepokerd? Wat wordt er aangeboden? Nou, we hebben nog niet eens gepokerd daar. Okay. We zijn hier een beetje gewoon gezellig. Ik kwam pas een week geleden. En toen zijn we gewoon. Ik kwam op zaterdagavond, toen waren die gasten echt al helemaal van het pad af. En toen lag ik vroeg op bed, want ik was ook echt moe. En hun gingen ook slapen eigenlijk. En zondag zijn we toen naar dat feestje in de rehab geweest. En toen lag ik zelf al om 10 uur op bed. Ook weer. Maandag was geloof ik die 1500, als ik het goed heb, op dinsdag. Hmm. Ik ben een beetje in de warme dagen, moet ik zeggen. Dat feestje in de rehab, Joey Singles hier ook op de bank, chipleader van dag 1B van de Nederlanders. Ja. Dat feestje in de rehab, klinkt goed. Daar zijn we morgen bij, Pieter. Zo is dat. Poker City en Team Holland Poker, Joey Singles, of niet, morgen de rehab. Ja. Wat heb jij vandaag gedaan, Joe? Vandaag overdag vrij weinig. En we zijn vanavond met de limo naar Naked Fish geweest, met de hele crew en vrienden van. En daarna hebben we een helikoptervlucht gehad over Vegas, over de strip. Het was heel vet om te zien. En een beetje misselijk geworden, maar. Ik zat met jou in de helikopter. Dat klopt. Hij zat gewoon als een of andere. Zeg maar, zwart, wat je zei in de helikopter. Ja, nee, maar nee. Zeg maar. Nee. Dat woord gaan we niet gebruiken op. Dat kan natuurlijk niet. Dat was niks. Het viel me aan overdrijf, maar ik. We zaten in een helikopter, laat ik het zo zeggen. We zaten in een helikopter met kleine baas, Patricia, de vrouw van Rutger Zodiac. En die zei van nou, ik vind wel een beetje slappe hap hoor, want er mag wel een beetje wat heftiger worden gevlogen. En jij zit een beetje op de voorbank, zit je een beetje te jammer dat je het allemaal op je zakje komt krijgen. Rustig jongens. Nog één ding, Joey. Je zei vanmiddag ga ik niks gedaan. Dus rophollen van de golfbaan afmappen, dat is een appeltje eitje. Ja, dat was ik alweer vergeten. Nee, ik heb gegolfd met Rob. Het ging prima. Ja, hij kon ook aardig spelen, moet ik zeggen. En het ging op een gegeven moment stormen. Dus toen hebben we de 16 hole moesten we helaas afhaken. Maar, dus dat is voortijdig afgehaakt. We hebben daar beelden van. Die komen binnenkort op Poker City natuurlijk. Ja. Voor nu, Wolf. Ja, laten we even de anderen nog bij halen. Marcel? Marcel, komt erbij. Ja, we wilden jou nog eigenlijk wat vragen. Alweer? Ja, over die. We hoorden iets over dat jij online op een of ander forum. Dat je daar heel actief bent met een hele selecte groep mensen. Die veel dingen op een hoog inhoudelijk niveau bespreekt.
Klopt dat? Wat is dat? Dat klopt, ja. Dat is misschien wel een van de geheimen van mijn succes geweest. Ja. Ik postte vroeger altijd op Full Contact Poker, het forum van Daniel Negreanu. Maar dat uiteindelijk kwam daar zoveel ruis, zoveel mensen die allemaal onzin liepen te vertellen, een beetje zoals op 2+2 ook het geval is, dat een groep spelers van dat forum heeft besloten een eigen besloten forum op te richten. Precies, omdat ze niet meer die ongeheim van anderen willen hebben of de wijsneuzigheid inderdaad. Van anderen. Dus we zitten daar met een man of 50, voornamelijk Amerikanen, Canadezen, een paar Europeanen. Ja. Heel goede strategiediscussies. Feitelijk en veel succesvolle spelers. Een soort denktank neem ik aan met elkaar, dat je probeert innovatief... Ja. Dingen steeds beter te maken. Dat je elkaar echt helpt. En het werpt zijn vruchten af. Want vorig jaar hadden we 2 bracelets. Dit jaar 1 bracelet en 2 tweede plaatsen. Dus het is niet verkeerd. Beetje Poker City zonder bracelets. Ja. Nou ja, zo is het helemaal. Hey, Pieter, je bent terug. Wat was er eigenlijk? Want je vloog onder de tafel heen. Sorry, we gaan midden in de uitzending. Wat is dat nou? Dat kan het helemaal niet. Ja, mijn vriendin die komt... die is onderweg hier naartoe. En waar Esther formulier dat soort gesodemieten. Ja. Ja, wanneer je naar Amerika toe gaat, is dat niet. Je dat niet zomaar doen? Want je moet allemaal formulieren allemaal invullen en bullshit. Men is hier relatief gek van allerlei formuliertjes en zo. Ja. En die had even wat gegevens nodig. En hopelijk gaat dat nu allemaal goed. Ze ging nu inchecken. Dus ik hoop dat goed is. Want staat ze hier morgen over 12 uur, 13 uur, dan weet ik het. Oké, want ze kwam je eigenlijk supporteren. Maar ja, dat is niet ze meer ze kwam me supporten. En zij had al helemaal zelf al in de planning. Of ik had al 2 dagjes had ik vrij. Ja. Dan zouden we dan even samen met z'n tweeën gaan gezellig wat doen. Maar nou hebben we een hele week samen. Dus dit wordt helemaal goed. Het is des te beter. Want als ik het goed begrepen heb, jullie gaan nog niet zo heel lang met elkaar, toch? We zijn nu een aantal maanden gaan met elkaar. Precies. Dat is helemaal top. Dus, heb je een week de tijd om er helemaal plekjes te laten zien? Ik heb er echt zin in om nu een week haar alle leuke dingen te laten zien. Dus ik ga nu ook zelf voor het eerst naar de Grand Canyon. Dat lijkt me ook wel is leuk. Oké, dat heb ik vorig jaar gedaan. Zeer aan te bevelen. Okay. Top. Erg mooi. Jongens, wat gaan we doen? Gaan we een biertje opentrekken en de zak chips leeg eten? Lijkt me wel. Tenzij je... We hebben geen andere plannen meer, toch? Denk ik Pitbos, niet. Marcel, wat denk jij ervan? Pitbos. Het is mooi geweest, hè? Marcel, wat zeg jij ervan? Ja, ik vind alles goed, hoor. Ja, het is klaar geweest, hè, Joey? Ik kan wel jongen. Prima. Ja? Marcel, is genoeg geweest, hè? Oké. Dames en heren, het is mooi geweest. De Busto-episode van Poker Inside zit erop. We gaan morgen praten met mannen die er nog wel in zitten. Dus tot morgen. Hoi. Players reward card. Nice.